Roemejon. Roemejon. Stef Nijland. Ali Akla. Geeft die bal daar mooi met een stiftje door naar Benjamin Roemejon. Roemejon. Tikje terug. Ali Akla. Ali Akla. Oh, keepertje, 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 keepertje. Heerlijk. Wat een doelpunt. Ali Akla via de handen van de keeper. Jongen, jongen. Ja, dan ben je niet heel erg in vorm. Verkerk. Jeffrey Verkerk. Toch echt een zeer ervaren doelman. Ali Akla dacht, nou kom, laat ik ook eens een keer een doelpunt maken. Lars Dekker. Makkelijk Stef Nijland gevonden. En dan gaat Roemejon en dat is buitenspel. Dit gaat dus niet door. Grensrechter stond er bovenop. En volgens mij heeft hij gelijk. Ik zat redelijk op een lijn. Dus twijfel je daarover, dan kun je altijd even terugscrollen. Om te kijken. En een lijntje leggen. Om te kijken of het echt daadwerkelijk buitenspel is. Maar opnieuw Stef Nijland. Nu is hij eronder. Roemejon met heel veel mensen van Barendrecht voor zich. Dat heeft Stef Nijland bij zich. Nu is er aansluiting via Quincy Veenhoff en Adriaan Kruisheer. Mooi balletje daar op Quincy Veenhoff. Oh, wat een fantastisch. Ja, het is een penalty. Nee, dit is een... Het is geen... Het is een doelpunt, ja. Ik zat te kijken, het is een penalty. Ja, nee, hij rolt er gewoon in. Het is gewoon 2-0 hier door Benjamin Roemejon. Ik was zo gefixeerd op dat hij ging liggen, maar ik vergat de bal. En Roemejon na een fantastische aanval via meerdere schijven. Van achteruit opgebouwd. Deze 2-0 voor DVS. En dat gaat de goede kant op vandaag hier aan de Sportlaan. En zo ga je echt hele vreemde uitslagen zien. Die laatste speelrondes. Heel goed verdedigd daar weer met elkaar. DVS opereert als een team. Prima gespeeld. Och, och, och. Wat een heerlijke paas. Een Modrietje. Stef Nijland. Dat is genieten. Kijk, dit is samenwerken met elkaar. Prachtig. Roemejon. Nijland. Stef Nijland. Oh, oh, oh. Stef Nijland. Wat een beweging. Hij had natuurlijk een verdediger van Barendrecht nodig. Via die verdediger komt die bal in het doel, maar die beweging vooraf. Wow, dat is echt heel erg mooi. Schitterend. En Barendrecht durft niet meer echt vol druk te zetten. Want dan weten ze dat er achter hun ruimte komt. Zoals nu ook weer, bijvoorbeeld. Zo. Hoe verzin je dit? Geweldig. Benjamin Roemejon. Wat laat je ons genieten. En nu Stef Nijland. Ho, 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 ho. Ali Akla. Mooi, goed. Roemejon. Een schotpoging. Geblokt. Adriaan Kruisheer. Alert gereageerd. Oh. Pedres. Die redt het niet tegen twee DVS'ers. Ali Akla. Barendrecht wordt er helemaal niet goed van. Mooie beweging. Maarten van Dijk. Ook nog weer een sublieme paas. Ali Akla. En een overtreding van Joey Jongman. Ja, die is dat zat. Quincy Veenhoff staat alweer klaar. Voor een ongetwijfeld ziedend schot. Zou wel heel leuk zijn voor hem dat zo'n vrije trap er een keer in gaat. Hij kan het wel. Komt die aanloop. Ja, ja! Ja, ja. Ik wou net zeggen, komt dat schot. Hugo Walker. En ja hoor, hij kwam. Heerlijk voor hem. Wat een enorme knal. Wat een pegel, wat een pegel. Quincy Veenhoff. Als geen ander. Prachtige paas weer van Maarten van Dijk. Tjonge, jonge, 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 jonge. Wat een niveau. Haalt dat jong. Benjamin Roemejon. Ja, iedereen wil. Oh, ho, ho, ho. Een schitterende redding van Verkerk. Op een prachtig schot van Stef Nijland. Mooi gekruld.
Daar gaat Rieken er vandoor. Oh, Daan, wat ga je doen? Nou, traditioneel foutje. Daan Huiskamp. Niet te geloven. Ja, hij flikt het er toch weer. Hij blijft ook even met de rug naar de spelers staan. Vooraf zou je denken, DVS 33 tegen Barendrecht. Dat wordt een pittig potje. Maar wat ik de eerste helft gezien heb, daar moet je van genoten hebben. Stefan de Geiter. Ja, zeker. Inderdaad, wat jij zegt, bij voorbaat hadden we echt dit niet verwacht, denk ik, van Barendrecht. Ik had beelden teruggekeken, goede voetballende ploeg. We wisten wel dat ze niet zo leuk vinden om achter ons aan te gaan. Dat daar wel een beetje hun manco zat. Ja, dan helpt de scoreverloop natuurlijk heel erg mee. Je maakt gelijk binnen een minuut maak je de 1-0. Ja, dan is het Hek van de Dam eigenlijk bij ons. En dan zijn we gelijk, vind ik, heer en meester vandaag geweest. Curieuze doelpunten, waarvan de derde ik de meest curieuze vind. Die beweging vooraf van Stef Nijland. Ging wel via een verdediger, maar heerlijk. Ja, geweldige goal. Geweldige individuele actie. Maar ook wat daar allemaal vooraf goed gaat. Gewoon de passing, dat we van de ene kant beginnen, de andere kant eindigen. En dan individuele actie van Stef. Ja, dat was echt geweldig. Helemaal voorin. Echt groot compliment voor die jongens. Wat een drive, we hadden zoveel beweging zonder bal. Hun vonden het heel vervelend, heel lastig. Ja, ik denk dat we daarmee ons echt heel erg hebben beloond met de energie wat we aan de bal gaven met elkaar. Echt groot compliment voor het hele team. Ja. Is dat nou langzaam maar zeker ontstaan? Want 8 wedstrijden geleden had niemand dit verwacht. Maar zo'n serie, dat is wel heel lekker, hè? Ja, de serie is top. Super, helemaal in waar we voor spelen natuurlijk. Dan zitten we nu in die flow en trekken we dat nu heel goed door met elkaar. En ja, ik denk dat het altijd erin heeft gezeten bij de jongens. Alleen nu komt het echt tot uiting. En de scoreverloop helpt wat meer in mee. Ja. Dan is het, dan zie je waar we toe in staat zijn met elkaar bij zo'n wedstrijd. Ja, en dan komt alles bij elkaar helemaal nu. Ja. En dat is heerlijk voor jullie als staf, denk ik ook. Want ja, je ziet dan toch langzaam maar zeker datgene wat je voor ogen hebt nu ontstaan. Ja, inderdaad. Precies. Peter en ik hadden gisteren even contact. En we zaten allebei zoiets van, oh, we hebben echt zin in morgen. En omdat we weten, we zitten echt in een goede vel. En in een goede doen. Ja, en dan kijk je naar elke wedstrijd uit. En dan, want je weet waartoe we in staat zijn. Als we brengen wat we willen brengen. En we hebben met de groep, stralen we echt iets uit in van, we zijn nu zo dichtbij. We zijn nu zo goed op weg. Ja, dit kan niet meer misgaan. Dit gaan we over de streep trekken. En dan kan elke wedstrijd niet vroeg genoeg komen. Ja, sportlust, die kan nog even dat feestje verstoren. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat moeten we volgende week zien. Ja, we hebben uiteindelijk alles in eigen hand. Als wij gewoon doen wat wij altijd doen, dan ben ik van overtuigd dat het goed gaat komen. Goed plan maken, Stefan. Ja, maar die hebben we altijd. Die staat klaar. Voor ons, voor DVS TV, staat niet alleen de man of deze match. Nee, dat was iemand anders. Maar de man of het hele seizoen 21-22. En dat is ene Benjamin Roumillon. Ben je daar trots op? Ja, daar ben ik zeker trots op en heel blij mee met de prijs en met de Speler van het jaar. Ja, het geeft namelijk aan dat je een vrij constant niveau hebt. Nou, ik heb mindere periodes gehad, maar ik werk natuurlijk heel hard. Ik probeer wel altijd het uiterste uit mezelf te halen en dat beloont nu. Ja, en dat beloont. En dit komt ook, denk ik, met name die laatste 10 wedstrijden die ik van je gezien heb. Omdat het team ook een beetje groeiende is. En dan zie je dat jouw kwaliteiten nog meer naar voren komen. Ja, precies. Ja, ik vind vooral, ik denk 6 wedstrijden geleden zijn we de goede weg ingeslagen. Vooral met het veldspel. En dan komt natuurlijk kwaliteit bovendrijven. En dat zie je in de laatste periode nu. We staan volgens mij tweede met 2,8 op Lisse. We zijn nog volop in de race voor die na-competitie. Dus volgende week winnen is gewoon na-competitie. Nou, dat klopt. En daar moet je een mooi plan voor maken. Inderdaad, weet je, nog 1 wedstrijd. Ik geloof erin, de spelersgroep gelooft erin. We spelen goed voetbal. We zitten nu in die goede flow.
Dus hopen dat we volgende week alles geven en nog één wedstrijdje en dan gaan we de na-competitie in. Ik merk ook dat Stef Nijland is momenteel in vorm en dat jullie elkaar ook, en dat bleek ook weer in deze wedstrijd, dat jullie elkaar steeds beter beginnen te vinden. Ja, klopt. Daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Dat voel ik. We beginnen elkaar steeds meer beter aan te voelen. Zeg maar, paasjes, hij in de bal, ik diep. Hij ziet dat. Jongen met veel kwaliteit natuurlijk. En dat resulteert zoals vandaag. Ja. Curieus doelpuntje, die tweede. Ik lag op de grond, ja. En ik dacht, ik moet hem raken. En ik zag hem zo erin vliegen. Ja, heerlijk, heerlijk. Jij dacht, nu ik hier toch ben. Ja, Quincy wilde hem iets achter mij en ik kon hem aannemen en toen ik lag op de grond en ik denk van ik moet die bal raken en ik raakte hem gelukkig nog best wel goed zodat hij in de goal vloog. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, wij zagen het van DVS TV eigenlijk niet goed, ik hoor, want ik dacht nou oh, dat is toch misschien wel een penalty of weet ik het. Ja, Benjamin ligt in één keer op de grond en opeens lag hij erin. Ja, klopt. Ja. En dan ook nog genoten van dat bewegingje van Stef, dat derde doelpunt. Ja, klopt. Ik gaf hem aan hem aan de buitenkant. Hij dribbelde goed naar binnen. En hij werkte hem heel, heel goed binnen. Ja, een goede actie. Hey, een teamprestatie. Hè? Afgelopen woensdagavond eigenlijk misschien wel nog meer. Want dat was heel hard werken op dat moeilijke veld daar, hè? In Staphorst. Ja, klopt. Afgelopen woensdag was wel pittig. Ja. Vooral, hè, ze hadden gewoon gas. En dat is sowieso wat zwaarder dan kunstgas, vind ik zelf. Maar toen creëerden we ook heel veel kansen. En dan scoor je ook weer drie doelpunten. Ja, goede teamprestatie inderdaad. Ja. Voor de tweede keer speler van het jaar, Benjamin. Dit geeft toch wel een kick, of niet? Ja, ik ben hier hierna nog twee seizoenen, dus elk jaar gaan we ervoor natuurlijk. We proberen het beste elk jaar uit mezelf te halen. En als dat resulteert in dit, dan ben ik blij.